dag 7 vandaag in de GS Trophy. Vandaag is de dag van de bergpassen. Er komen er maar liefst 3 op het pad van de deelnemende teams. In totaal 360 kilometer half on en half off-road. Met als uiteindelijke bestemming Wanaka. Vandaag worden er onderweg 2 special stages gereden. Als eerste een krap parcours langs pionnen op los gravel. Team NL gaat aardig in het parcours, door de organisatie Halfpipe gedoopt. Overdreven? Nou, niet als je het Nicky vraagt, die rollenbollend naar beneden dook. Maar daarover later meer. Onderweg naar Special Stage 2 rijden de deelnemers zoals altijd weer door waanzinnige Nieuw-Zeelandse landschappen. Op het asfalt is er volop tijd om daarvan te genieten. Maar offroad gaat de gaskraan natuurlijk vol open. Ja, we zijn onderweg. De eerste Special Stage zit erop. Kijk eens hier voor een uitzicht. Dit is toch genieten. Maar wat zien we daar nou tijdens de lunchpauze? Hoe zat het nou in die halfpipe? Vertel eens even over je pechdag, Nicky. Lunchstop. En wie kom ik hier tegen? Nicky. Nicky, hoe was je dag? Ja, het begon gewoon rot. In plaats van om 4:15 de wekker ging die niet omdat mijn telefoon in het water lag. Dus om 6:00 schrok ik wakker, dus ik miste even 5 kwartier. En na een kwartier hadden we al de eerste special stage toen we op de motor stapten. En die ging even wat minder. Dus hij begon goed, totdat we sprongen slalom op een heuvel moesten doen. En mijn motor bovenop de heuvel stond en ik naar beneden rolde met een kop. Dus dat heeft helaas wat kras als gevolg gehad op mijn helm. Je mooie helm beschadigd. Ja. Baalde wel van, maar ja, het zijn oorlogs krassen. Laten we het daar maar op houden. En zelf? Nou ja, zelf niks. Misschien een blauwe plek. Ik kan alleen maar beter worden. It's the second time I ride with Vinky. Always she was on the behind me. Okay, I'm the marshal. She's a very good rider. This is nothing. This is just a little mistake. She is tired today, but she's a very good rider. I say you. Thank you. Kijk, Nicky, die heb je binnen. En tijdens deze pauze zien we ook dat de trophy er nu aardig in hakt. Maar als je dit zo ziet, zou Team Brazilië elke nacht stiekem in een hotel slapen? En Special Stage 2, de mannen en dames kregen de opdracht om in een zo kort mogelijke afstand een F850 GS aan te starten, zonder de startknop te beroeren. Het ging alle teams aardig af, behalve de Zuid-Koreanen die het advies van Jaap zonder twijfel opvolgden. Aanduwen in z'n 4 zou volgens Jaap heel goed werken. Na zo'n 400 kilometer zit de dag erop. En Peet en Jaap, hoe zat het nou met die Koreanen? Proost! Hey, gratis bier! We hebben een goede dag gehad. Maar er ging wel een hele hoop mis vandaag. Niet bij ons gelukkig. Nou ja, ik ben in de schapenstront gevallen. En we hebben de Koreanen voor een lapje gehouden. Dat was wel een goede. Ja. Motor aandouwen kan iedereen wel. In de 2, koppeling laten knappen, klaar. De Koreanen zijn uiteindelijk in de 4e versnelling de motor gaan duwen. Zonder koppeling. Niet gefinished. Dat ging niet zo goed. In a very tight lead for South Africa still, 340. In de tussenstand zien we dat Nederland zich dankzij de 5e positie van vandaag handhaaft op de 6e plek. Morgen is de laatste trofiedag en dus zeggen wij, vol gas, op naar die 5e plek. Succes mannen, en Nicky natuurlijk.